Zeg, dames, mogen wij jullie even vragen om een beetje naar voren te komen? Want wij... Mademoiselle, allez-y. We hebben een vraag voor jullie. Nee. Dames, het is de bedoeling dat we jullie gaan uitnodigen op het Scala-concert dat wij gaan doen voor Muco, 23 november. We zouden graag hebben dat jullie een nummer met ons komen meezingen op het podium in Leuven, in de Pieter de Zomer Aula. Ja, wauw. Ik kan zo, ja, ga ik daartussen staan? Dat gevoel heb ik nu. Stressé, surtout. Ik zie het zeker zitten om op 23 november op te treden samen met Scala. Ik vind het echt fantastisch en ik ben super blij dat ik dat mag doen en dat ik mag meezingen. Ik zie het echt zitten. Ik heb er al zin in. Je vais y arriver, j'arrive toujours à mes fins. Mais normalement, avec la greffe, on pourrait vivre 10 ans de plus. Ik heb wel minder vrije tijd en dat vind ik vooral niet zo leuk. Muco heeft nooit vakantie. Mon rêve, c'est d'avoir la vie de tout le monde. Et on fait plus que les autres sur une journée. Pour être normal. We zijn sneller moe en ik heb minder adem en dat kost allemaal veel meer moeite. Allee, we zijn geen aliens, hè. Mijn leven zal misschien wat korter zijn, maar ik zal in dat kortere leven dan wel even goed geleefd hebben als iemand dat 80 wordt. Het is vandaag woensdag 16 oktober en ik heb gisterenavond mijn partituren en mijn geluidsfragment van Scala ontvangen. En ik moet eerlijk toegeven, als ik dat zo allemaal zag, dat ik... Ja, ik heb stress nu. Nu, zeker nu dat nieuws zo allemaal is goed doorgedrongen en ik echt besef wat ik daar ga moeten doen. Ja, dan... dan zenuwachtig ben ik. Maar ik kijk er wel heel hard naar uit, dus... Lekker tsunami. Een goede avond, het is Generation M. Volgende week is de week van de Muco. Maar ja, wat weten wij daar nu eigenlijk van? Nu, wat die dromen betreft, heb ik hier nog iemand aan de lijn. Haar naam is Anke de Smet, 19 jaar. En Anke is misschien wel een van de meest ambitieuze jonge vrouwen die je kan tegenkomen. Dag Anke. Hallo. Hallo. Zeg, Anke, jij hebt ook Muco. Dat betekent dat je beperkt bent in lichamelijkheid. Maar ik heb de indruk dat... Muco-patiënten, dat die toch een pak positiever in het leven staan. Dat is waarschijnlijk van te moeten. Ik probeer altijd heel positief te blijven en al mijn ambities en dromen na te jagen tot zover dat lukt. En ja, er is maar één weg en dat is vooruit, hè. Muco is een taai-slijmziekte en dat wordt veroorzaakt door een mutatie op onze genen. Onze slijmen zijn dikker en taaier dan bij normale mensen. En daardoor hebben wij last van onze ademhaling en onze spijsvertering, omdat die slijmen moeilijker kunnen opgehoest worden. En de slijmen blokkeren ook de enzymen van de pancreas naar ons eten toe. Vandaar dat wij daar ook medicatie voor moeten nemen. Eventjes wachten. En met die. Bij Anke is het zo dat zij zeker niet een heel grote massa slijmen heeft, maar dat wil niet zeggen daarom dat ze dat niet moet doen, die drainages, omdat die slijmen gemakkelijker ook blijven vastzitten in de lagere luchtwegen, waardoor dat je gemakkelijker infecties doet als je daar niets aan doet, hè, waardoor je een longontsteking krijgt of een bronchitis krijgt. Hè, en daarom is het noodzakelijk om dat dagelijks te doen. Hè. Ik heb ook al gehoord van andere mensen met Muco dat ze zeggen altijd van ja, maar je ziet dat niet aan ons. En ergens vind ik dat wel positief. Hè. Ik vind dat leuk dat ik gewoon er normaal uitzie en dat ze dat niet zien, dat ik ziek ben. Maar soms heeft dat ook nadelen, omdat
Ja, omdat ze het niet altijd zien, is er ook niet altijd begrip voor. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bring me out the door. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and tell me out and I'll lay your ship bare. Zingen, allez, ik zing heel graag. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Soms komen er ook slijmen tegen onze stembanden. En dan, ja, dan klinkt je stem ook helemaal anders. En dan zit je daar met een kuch en dan zit dat wat vast. En ja, sommige hoge, lange noten zo uithalen is wel moeilijk. Want dat voel ik persoonlijk toch ook wel. Dat is een hele leuke hobby. En dat is ook gezond voor ons. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Omdat dat vooral met ademhaling te maken heeft. Hallo, wie is daar? Het is met Anke. Ik kom voor de Scala-repetitie. Super, kom maar naar boven. Dank u. Een tijdje geleden heb ik de partituren en het geluidsfragment ontvangen. En ik ben daar nu al geregeld naar aan het luisteren. Dus ik ben een keer benieuwd wat dat straks gaat geven. En of dat al een beetje gaat klinken zoals het moet. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat ze ons wel zullen helpen. Hallo. Hallo. Ik ben Anke. Ik ben Elina. Ik ben Laurence. Hallo. Kom maar verder. We gaan... Oké. Okay. Zullen we het voordere plaat? Oké. Okay. Is goed. Oké. La 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 la. Dat het is echt het klassieke voorbeeldje. La 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 la. La 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 la. Ga maar vol. La 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 la. Dat gaat niet meer. Oké, okay. Nog eens. Ik ga het hier nog eens doen. Gewoon allemaal samen. Straks ook gewoon niet nadenken over die noten. Niet denken, oei, ik zie dat er een hoge noot is, dus dat lukt niet. Niet over nadenken, gewoon doen en zingen, maar we gaan dat samen met jullie doen, hè? Ja. 1, 2. Never an honest word. Je ziet goed, hè? Je ziet goed. Oké, dan de tweede. Andere. Daar tellen we tot 3. 1, 2, 3. Never an honest word. Ja. Nadenken en zingen, hè? Oh. Want een hele leuke repetitie ook. De sfeer zat er ook goed in, dus dat is wel fijn dan. Ik vond wel, fysiek vond ik het wel zwaar. Ja, ik heb inderdaad even met een hoest gezeten en dan zat het in mijn keel en zat het vast. En dan, ja, eens dat het begint, dan stopt dat niet meer. Ja, maar het is heel rustig. En dan is het zo rustig. Outro. It takes to find a way out. There is no doubt I will be around. If you have lost the right track, then I'll lead you right back. Don't search to find, don't smile just to be nice. Don't run just to get there on time. Be amazed, simply blown away. Live on without getting off your cloud. Sure, het is vandaag 25 oktober en eergisteren hadden wij onze eerste repetitie met twee meisjes van Scala. Die hebben ons heel goed geholpen en ik ben nu echt op mijn gemak gesteld dat het gaat lukken. Dus dat is goed nieuws. Ik ben wel heel moe, wat je waarschijnlijk wel kunt zien. Dus ik moet een beetje opletten, want anders ja, zou ik misschien wel eens ziek kunnen worden. If I let you know I'm here for you. In de week ga ik 5 keer per week naar de kinesist. En dan doe ik 's morgens ook nog zelf drainage. Dat is om mijn fluimen in mijn longen losser te maken en naar boven te krijgen.
zodat ik ze kan ophoesten en dat het, ja, mijn longen wat meer vrij zijn, dat ik beter kan ademen. En 's morgens moet ik dan nog een aerosol doen van 20 minuten. En 's avonds ook van 20 minuten. En voor de drainage, dus 's morgens moet ik ook nog een korte aerosol doen. En 's avonds ook nog een korte aerosol voor de drainage. En ik moet per dag rond de 30 pilletjes pakken. En dan moet ik ook nog een puf nemen elke dag, 2 keer per dag. En dat zal het ongeveer zijn, denk ik. Op woensdag en op donderdag, de eerste 3 uur, volg ik les met Bidnet. Ik doe dan dat ik anders te moe word. En ze hebben mij eigenlijk verplicht in het ziekenhuis om dat te doen. Jasmin gaat nu beginnen. Hallo, klas en leerkracht. Ik heb mijn coveronderzoek gebaseerd op het boek De Maansteen. Goed, dankjewel Jasmin. Buiten mucoviscidozen heb ik ook nog diabetes. En dat is eigenlijk een gevolg van de mucoviscidoze, want ik heb cortisone moeten nemen omwille van een allergische reactie op een schimmel in mijn longen een paar jaar geleden. En dan moet ik 4 keer per dag een insulinespuit zetten voor het eten, een half uur voor het eten. En ja, dat doe ik zelf. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Zingen betekent voor mij veel. Eigenlijk is zingen echt alles voor mij. Dat is, ik doe dat als ik me niet goed voel, als ik mij wel goed voel, als ik moe ben, als ik niet moe ben. Ik luister bijna overal muziek. Muziek is echt mijn alles, ja. My missionaries in a foreign field. Voilà, c'est ça. Hein? On peut chanter? Regardez. Ok. Ouais. My missionaries in a foreign field. Encore une fois? Be my mirror, my sun and shield. J'aimerais réaliser d'être chanteuse professionnelle, un peu comme Grégory Le Marchal, pour récolter des fonds. Sûrement gagner ma vie, mais aussi gagner l'argent nécessaire pour pouvoir donner à l'association Muco. Be my mirror, my sword and shield. My missionaries in a foreign field. Pour ce jour-là, c'est vrai qu'il y a une crainte énorme, c'est de devoir commencer à tousser en plein milieu de la chanson. En ayant le micro devant la bouche, ne sachant pas trop que faire pour que ça passe inaperçu, parce que j'ai pas envie de gâcher le reste de la chanson parce que je suis en train d'avoir une quête de tout. Depuis toute petite, j'aime bien chanter, mais le pourquoi? Je ne sais pas expliquer pourquoi. J'aime bien tout court. Bonjour Vanessa. C'est dommage que vous n'êtes pas ici aujourd'hui, mais pas de souci. On vous invite de chanter avec Scala et de collaborer avec nous, avec les choristes Scala. Un spectacle à Louvain le 23e novembre. Et ton français est vachement bien, ça. Oui, je sais, je suis au courant. Oui, très voilà, bien, ça. Oui, oui, merci, merci. Et de toute façon, à bientôt. Merci. Ils sont marrons. Ah non, c'est bien. J'ai bénéficié de la grève, donc mon espérance de vie, enfin après,
C'est pas prouvé, mais normalement, avec la greffe, on pourrait vivre 10 ans de plus. Maintenant, je connais des greffés qui ont vécu jusqu'à 60-70 ans. Bon, c'est toujours un âge très limite, mais bon, c'est déjà bien, je trouve. L'importance du sport est qu'on doit garder les poumons en bonne santé. On doit les garder en activité pour l'oxygène. C'est pas si vite. Alors, il faut qu'on ait aussi assez de muscles. Donc, il faut faire des efforts musculaires parce que quand on fait des infections, ça joue sur l'oxygène et sur les muscles. Voilà à quoi sert le sport. C'est très important d'ailleurs. Pour la méco. Troisième, cellulégiste. Après sa greffe, elle a besoin d'une revalidation pour justement garder ses muscles en forme, mais tout doucement, quoi. Donc pour le moment, on va rester sur 10 et après je lui remettrai 5 et c'est qu'on l'a motivée en lui disant qu'elle doit en faire 10 et pas 9 ni 8. Elle aime bien tricher, voilà. Morgen heb ik repetitie met Stijn en Steven en andere Scala-meisjes. En natuurlijk ook met Anke en Vanessa. Ik heb er super veel zin in. Ik heb een beetje stress, maar het is gezonde stress, al geluk. Ik ben niet hees, dus ik ben heel erg blij. Want ik heb wel de laatste dagen heb ik veel moeten hoesten. Dus daar had ik wat schrik voor, maar ik ben niet hees, dus ik ben super blij. Ik probeer mij zo goed mogelijk te verzorgen, want het is heel erg slecht weer geweest de laatste dagen. Veel regen en zo, en koud. En dat kan natuurlijk wel op de longen pakken. Ja, ik heb er echt super veel zin in. Ik heb echt zo ook mee dat nu de repetitie is, de volgende repetitie, heb ik zo echt het gevoel dat het echt begint te naderen. Ik was er vandaag over aan het nadenken. Ik ontdekte eigenlijk net dat het binnen 2 weken, dat ik nu, want het is nu 4:30, dat ik binnen 2 weken dus gewoon al in de Pieter de Zomeraula zal staan met Stijn en Steven en andere Scala-meisjes. Wanneer je in de nood huilt. Oké, ja, een beetje sneller vanaf I Used to Roll. Heel breed. 1, 2 en... For some reason I can't Voilà. Oké, zoiets dat gaat het worden. Jasmin, gaat dat lukken? Ja, dat gaat. Ja, dat zitten. Is alles duidelijk? Ja, alles is duidelijk. Ja. Zeker? Ja, zeker. Heel zeker. People couldn't believe what I become. I'm a revolutionary slave. For my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? Oké, tot daar. Ja, ik heb daar toch wel een beetje schrik voor, dat ik zo ergens midden in de zin een hoestbui ga krijgen of zo. Maar ik ga zeker mijn therapie nog goed doen, dat er niet te veel in de weg zit. En dan gaat het wel goed komen. Ik ga ervoor zorgen dat ik niet ga moeten hoesten. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be. Something good has begun. Les contraintes physiques, une grande fatigabilité. Donc, je suis beaucoup plus vite fatiguée que quelqu'un d'autre. J'ai besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil. Si je veux me mettre à courir, je vais faire 10 mètres et puis je vais devoir m'arrêter parce que je vais manquer de souffle. Donc, on est beaucoup plus vite essoufflé. On n'arrête pas de tousser. Donc ça, au travail, je suis secrétaire, donc au travail, chaque fois qu'une collègue est au téléphone et que je me mets à tousser, c'est un peu gênant, c'est embêtant aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est principalement ça, comme ce qui est de contrainte physique. Je le dis assez facilement que j'ai la mucoviscidose parce que ça aide les gens à comprendre quand il y a un problème. Puis quand on se met à tousser, hein, on est malade. Bah oui, toute l'année, moi. Je suis malade toute l'année. Ah oui, toute l'année? Bah oui, parce que j'ai la mucoviscidose. Parce que voilà, si je dis rien, si je dis oui, je suis malade, puis 3 mois après, ah, t'es toujours malade?
Et 3 mois après, ah, ben ça ne va pas mieux, décidément. Ben oui, donc voilà, oui, je le dis assez facilement pour que les gens comprennent, pour éviter qu'on me pose 36 fois la même question, savoir si je suis malade. Et que quand les gens se posent 36 000 questions et qu'il y a plein de points d'interrogation et qu'on fait un mystère là autour de nous, je vous dirais que c'est malgré la douleur et l'impression parfois d'être en cage qu'est apparu en toi ce si grand cœur dont l'amour illumine le visage. Alors tu te relèves. Comme certaines personnes aiment bien danser pour se défouler, ben moi c'est le chant quoi. Je chante, ça me défoule, ça me permet de penser à autre chose, lâcher un peu prise. C'est important parce que ça fait partie de moi en fait. Ça fait partie de moi de chanter. Si un jour je chantais plus, c'est que je vais pas bien. Voilà, je chante tout le temps. Ja, ik ga dus zometeen de opname van Reijers Laat doen. Ik ben daar te gast aan de tafel. Ik ga daar spreken over Mukko en over Scala natuurlijk. En dan gaan wij ook nog een liedje meezingen. Dus ik heb er heel veel zin in. Graag uw applaus voor Jasmin Binders en Stijn Kolarsny van Scala. Go ahead. Stijn Kolarsny van Scala, je hebt je bent gecontacteerd door de mensen van de MUCO. MUCO-vereniging, ja. De vraag was om een aantal MUCO-patiënten met Scala mee te laten optreden. En ik moet eerlijk toegeven dat ik de ziekte helemaal niet kende. Ja. En mijn reflex was meteen van, ja, gaan die dan wel kunnen? Want ik dacht direct van dat ze te weinig adem zouden hebben. Mm. Nu, wat blijkt, ik denk dat Jasmin het tegenovergestelde bewijst. Ze heeft een ongelooflijk getrainde ademhaling, al van als ze 4 weken oud was. En dat gaat eigenlijk prima. Dus we hebben ook gerepeteerd. Het is ook voorbereid door een aantal Scala-zangeressen om aanstaande zaterdag in Leuven een concert met ons mee te zingen. Effectief te zeggen, gaan optreden. Toch 1 nummer. Ja. En ik moet inderdaad ook haar positieve ingesteldheid bewonderen, want daar worden stil van, dat klopt. Mm-hmm. Droom je ervan om later iets met of in de muziek? Ja, dat doen? Is toch wel een droom, maar misschien wel een onrealistische droom. Maar ik droom daar zeker van. Iedereen heeft wel een droom. En dat is mijn droom, om iets in de muziek te kunnen gaan doen. Ja. En zijn er andere opties? Want je loopt je vandaag hele dag in de spotlights, radio, televisie. Ik zie aan je dat je het ook prettig vindt. Ja, het is wel leuk. Je weet, zit er nog iets in de media in. Ik denk dat je dat ook nog zou liggen als ik je zo bezig hoor. En Jasmin, wat vond ervan? Is meegevallen? Ja, het is heel goed meegevallen. Ik had in het begin heel veel stress, maar dat is echt super goed meegevallen. Absoluut niet aan te zien. Ja. Ik heb je verhaal heel goed verteld. Ik voelde het. Ik kan erover meespreken, want ik zit hier elke naam. Ik voelde het muisstil worden in de studio. Echt waar. En dat zingen. Het is precies of je zingt al jaren bij Scala. Dank je. Zo opgaan in die muziek en ook alleen maar denken aan de fijne momenten die ze via die muziek nog kan beleven. En ik denk niet alleen dat het een hart onder de riem is voor andere MUCO-patiënten, maar voor ons allemaal. Hè. Ik had het niet zo groot verwacht. Ze hadden ook gezegd dat er ongeveer 700 mensen gingen komen. Dus dat is wel heel spannend. Ja, heel zenuwachtig. Dus chronologisch gelijk de set verloopt. Op een bepaald moment vanaf het eerste Nederlandstalige nummer gaan die in 2 halve cirkels komen te staan. En zingen ze dat en blijven ze in feite tot hier is dat constant van plaats veranderen, heel dynamisch. En dan vier is de staatse. Mooi kleedje. Ja. Het gaat vandaag toch vrij goed met mij, want ik moet niet zoveel hoesten. Ik ben blij. Maar, ik
heb vanmorgen wel al therapie gedaan, natuurlijk. Hè. Ik ben dus nu in de Pieter de Sommer aula. En ik ben nu mijn therapie nog aan het doen. want het is, ja, het is een beetje concert. Ik ging nog wel mijn therapie daarvoor doen. En ik heb nog ook genoeg tijd om die te doen. Dus ik ga ze ook nog wel goed doen, zodat ik ze biedt, ja, terug wat vrijer ben. De meisjes zingen allemaal het eerste stem. Ja, we gaan jullie een plaats geven. Hè. Is dat in orde? Super. Ja? Voilà. Maar een meter, dat zegt dat moet, hè? Ja, ik wil ze eigenlijk niet ziek maken, dus... Le fait qu'on soit quatre à chanter dans la chorale, il faudra forcément qu'on ne soit pas l'une à côté de l'autre, qu'on soit quand même mise à une certaine distance pour prendre toutes les précautions, parce que bon, il faudrait pas qu'on se refile nos microbes. Un petit peu stressée, mais pas trop encore, ça va. On verra, à mon avis, un peu plus tard, juste avant. Le stress va monter un petit peu au moment de rentrer sur scène. Mais je me réjouis. Je me réjouis de pouvoir faire cette prestation. C'est quand même quelque chose de très, très pro. Donc, voilà. Voilà, et dan doe ik teken, dan ga je mogen terug naar de coulissen gaan. Voilà, merci. Voilà. Mensen zoals jullie, hè, zo, dat positief verhaal dat jullie brengen, hè, dat is voor ons ook belangrijk. Hè. Allee, ja. We hebben niet de problemen die jullie hebben als je over jullie ziekte spreekt. Ja. Maar de manier waarop jullie daarmee omgaan, hè, dat is een voorbeeld van voor heel veel mensen, voor ons. Ook in ons zangeressen en ook ons ploeg en ons team, hoe positief dat jullie zijn. Hè. We moeten daar een voorbeeld aan nemen. Gewoon. Zeker wat dat jullie nu doen, daar krijg je toch veel bewondering voor. Hè. En terecht. Natuurlijk is dat wel zo'n gevoel van natuurlijk mag dat wel blijven duren, maar ik denk dat het ook een beetje onrealistisch is als we dat gaan denken. Ook omdat, stel dat ik... echt in Scala zou zitten, dat is een optreden van 1 uur en 40 minuten. En dat is nogal lang om te halen met onze beperkte adem. Maar het is echt ongelooflijk leuk en ik ben echt super hard aan het genieten nu, omdat ik die kans krijg. Ik ga het niet meer kunnen zingen. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Merci. S'il vous plaît. Merci. Ik denk dat je even gaat moeten wachten. Ja. Ik ben heel blij. Hè. Het is heel spannend en zo, maar echt stress heb ik niet. Nee. Waarschijnlijk zo 2 minuten, als we dan zeggen, Anke, het is aan u. Dan, alleen aan jullie. Dan gaat dat komen. Zusje? Ja. Vind je het goed? Ja, het is goed. Natuurlijk gaan we genieten. Dat is echt de kans van uw leven. En die is er nu, dus ja. Een peu stressé. Mais non, ça commence. Le stress, ça commence. Mais bon. Ça va aller. Hein. 1, 2, 3, 4. Il reste 5 ou 6 chansons et puis ça nous. Voilà. Nee, ik ben heel, heel kalm. Un peu stressé, mais ça va. Je me réjouis d'y aller quand même. Ja, dat gaat veel te rap gaan. Hè. Ik weet dat ja, nu dat al. Ja, dat gaat echt voorbij zijn. Hè. Ja. Kom blijven. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as
J'ai été impressionnée. Je ne m'attendais pas à ce que les gens se lèvent comme ça et nous applaudissent autant. J'ai été émue. Voilà. Plots zal ik door, misschien moet ik een keer rondkijken. En dan zag ik zo echt heel die zaal recht staan en zo klappen. En ja. Dat is. C'est impressionnant, voilà. Je veux dire ça comme ça, c'est impressionnant. Onbeschrijfelijk is het goede woord. Ja, kippenvel moment, hè. Ça fait plaisir. C'est beau, c'est. Voilà. J'étais contente. C'est chouette à faire, c'est une expérience à vivre. Oh, echt zo leuk, maar echt. Echt, ik zou dat zo direct nog eens willen doen. Het was echt superleuk, echt niet normaal. Echt fantastisch, ja. Ik heb zo hard genoten. Het was echt fantastisch. Ik heb me super hard geamuseerd. Ook de voorbereiding naar het concert toe. Alle repetities, zelf oefenen. Op de dag zelf nog eens de soundcheck. De kleren aandoen. Alles klaarmaken. Eten dan. Echt ongelooflijk leuk. Ik heb een heel erg leuke week gehad. Gewoon. Heel de Muco-week was ongelooflijk leuk. En dan natuurlijk de 23e, het concert was echt fantastisch. Het was echt heel erg leuk en ik mis het wel. Het opgenomen worden in de groep, in Scala. Dat was, het voelde echt zo, niet van dat wij een buitenstaander zijn. Nee, het was echt zo, ja, dat we echt precies ja, bij de groep hoorden. En dat was wel echt heel erg leuk. Ja, ik had heel eerlijk gezegd nog nooit gehoord van de ziekte van Muco. Ik heb het me allemaal moeten laten uitleggen en dat is eigenlijk een beetje erg. Ik heb alleen maar grenzeloos respect gekregen voor de mensen en hoe dat die omgaan met hun ziekte, want dat is eigenlijk een les. Hè. Les ook in nederigheid en vooral positivisme. Als je ziet met wat een begrenzing dat die mensen een positief verhaal vertellen, dus is alles behalve kastplantjes en zeker de vier meisjes hier. Ik vind dat een voorbeeld van veel van ons, hoe dat ze daarmee omgaan.